Hey, hoi, hoi. En welkom, wie er al zijn. Hoi, Janneke. Even. Ah. Dan ben je inderdaad mooi op tijd. Is ook wel eens lekker, of niet? Hoi, Annette. Gezellig dat je er ook bent. Ik zie nog allemaal mensen binnenkomen. Ah, het is ook nog geen 7 uur, dus dat scheelt. Was bij jullie allemaal ook zo mooi weer vandaag? Hoi Dwayne, ook welkom. Hoi Sandra. Ja, het was vandaag echt gigantisch mooi weer hier. Wel fris, maar. Oh, het was echt een. Echt, deze week krijg ik echt al het heerlijke het lentegevoel. Nou ja, volgende week is het lente, hè? Dus dat scheelt. Het werd ook wel tijd, hè? Dat het mooi weer wordt. Nou. Maar ja. Maart roept zijn staart en april doet wat hij wil. Dus het is allemaal nog even afwachten, helaas. Wacht nog heel even tot een beetje nog wat mensen binnenkomen. Ik zie nog wel mensen allemaal binnenkomen. Voor diegenen die allemaal nog binnenkomen, welkom ook allemaal. Oh, heerlijk. We gaan jullie heen deze keer, Annette. Ik zie nog steeds allemaal mensen binnendruppelen. Oh, Zuid-Spanje, heerlijk. Waar is Zuid-Spanje? Ik zie een reactie. Och, hé, wat dan, Sandra? Volgens mij zag ik wel iets voorbij komen van het ziekenhuis. Annette, ja, ik heb je net toegevoegd. Klopt inderdaad. Ook welkom, gezellig. Nou, er komen nog steeds mensen binnen. Ik ga gewoon lekker beginnen. Hoi Monique, hoi Joke. Gezellig dat jullie er ook zijn. Ik neem nog even een slokje van mijn koffie. Wat ik vandaag ga doen is voor de 12 Cards of Christmas. Oeh, polstunnel. Oeh. Sterk alvast, Sandra. Ik ken van mensen die het ook hebben gehad dat het heel pijnlijk is. Wat ik al zei. Dus vanavond ga ik live voor de 12 Cards of Christmas. En voor de nieuwe die het nog niet weten is. Kerstkaart maken we altijd het hele jaar door. En toen hadden ze iets van, nou, we maken een leuke actie. En maken we elke maand maken we een kerstkaart met een thema. En deze maand is het met thema sneeuw. En als je mee wilt doen, dan krijg je een eigen album. Daar plaats je dan je kaart in.
En aan het eind van het jaar hebben we allemaal 12 kaarten in onze album staan. En van daaruit gaan we in januari, ga ik met het team, gaan we dan winnaars kiezen. Dus mocht je mee willen doen, laat het eventjes weten. Wat ik nog vanavond ga doen is, ik ga een shaker card maken. En ik heb al een voorbeeld gemaakt. Dit is ook sneeuw van Marianne Design. En ik hoop dat het plaatje een beetje te zien is. En als ik het goed heb, want dat is nog van een oude voorraad van mij. Holiday in de Alps van Maya Design. En dan heb ik, ja, je ziet dus allemaal bling bling en glitters. Maar daar kom ik straks ook allemaal op terug. Bedekt met sneeuw. Ook hier wat sneeuw, de bloemen. Wat standjes. Dank jullie wel. En natuurlijk een strik erop. En wat ik heb gebruikt is, ik zal het even laten zien. Want deze is een stempel en ik heb zo niet de verpakking, maar dat is van een redelijk onbekend merk. En die had ik ook nog ergens gevonden. Ik ga met deze. Ik heb gestampt met deze mal van Studio Lines. En deze die kun je dan ook uitsnijden. En dan kun je dat als shaker gebruiken in je shakers. Daar heb ik het vierkant mee gemaakt. En ik heb allemaal standjes gesneden. Mochten mensen willen weten wat deze is. Even mijn bril opzetten. Dus de SLESCD178. En ik heb allerlei standjes uitgesneden met deze. En dat zijn, ik moet ze allemaal nog even in mijn opbergmappen doen. En voor als je het wil weten, is dit de SLESCD244. Je hebt ook daar de ronde van. Dit is van de ronde. Je hebt ook met de kerstboom. Inmiddels heeft Studielight veel meer van zulke stansen, snijmallen. Nou, ik leg eerst dat even aan apart. En dan ga ik gewoon, want ik heb natuurlijk al wat dingen voorbereid. Ik heb een basiskaart, die heb ik gewoon wit. Dankjewel. Dus de basis is 28 bij 14 centimeter. En die ril heb ik gerild op 14 centimeter. Deze is ook zo leuk, hè? Kijk dan. Ik weet niet of het te zien is dat het niet te veel schittert in beeld. Maar och, zo cute, hè? Echt dat vintage. En ik weet zo niet. Ik zal even kijken of ik hem. En volgens mij is het van Lapland. Ja. Ook zo leuk. Ik heb dan een stukje met een snijruim met een randje eromheen. Want ik vind dat wel mooi om een rand te zien. En wat is eigenlijk is gewoon de bedoeling is. Dit idee. Dat moet ik allemaal nog even schuiven, maar dat ga ik allemaal doen. Ja, ik ben van de oude plaatjes en oude wat. Mensen die mij kennen, die weten dat. Maar als je het niet van houdt, is het ook mooi hoor. Ik bedoel, alles is mooi, zeg ik altijd. Nou, uiteraard ga ik weer aan de gang met mijn vintage foto. Wat ik in dit geval wel doe is. Ik beïnkt ook van het kaartstok, beïnkt ik ook de randen. Want ik vind dat net wat mooi en dat net wat beter passen. Want ik gebruik niet altijd donkere kaarten.
Maar ik vind gewoon basis, vaak vind ik wit gewoon het mooiste. Gewoon even er langs heen. Maak het niet al te donker altijd, maar ja, wil je het net wat donkerder, dan doe je dat. Dus ook iedereen weer anders. Deze even aan de kant. En ik weet niet of de kleuren een beetje tot z'n recht komen, maar het is ook een beetje van dat vintage roodachtige. Met, ja, hoe moet dat zeggen? Wat doe jij nooit, Joke? Het is het beïnkten. Ja, ik doe dat met de distress ink van Tim Holtz. Maar er zijn ook sommigen die doen het ook met gesso. Dat zie je ook. En soms vind ik het net wat mooier, want dan is de overgang is niet zo hard. Maar ja, het is ook heel erg persoonlijk uiteraard, hè? Zo, even aan de kant leggen. Normaal zou ik dit ook beïnkten, maar dit zie je niet meer. Ik kan je ook wel uitleggen waarom. Hey Tanja, gezellig dat je er ook bent. Ik kan je wel uitleggen, waarom dat vaak wat mooier is. Want zoals je ziet, nou heb ik deze niet zo super mooi gekleed, omdat ik wist dat het gewoon niet zichtbaar was. Nu zie je gewoon dit stukje, ik weet niet of het te zien is. Ik zal hem iets omhoog doen. Maar dan zie je dat het, de overgang heel wit is. Oh ja, dat kan ook, ja. Dan weet je denk ik wat ik wil uitleggen. Ik wil het wel uitleggen, want daar gaat het niet om. Maar dan is inderdaad, want als je stelt dat je het plaatje gewoon als basis gebruikt, dan, en je hebt een vintage kaart, voor degene die het niet weten, dit is heel wit, dan is dat overgang is, niet van wat vintage naar wit, of heel donker naar licht. Dat is vaak dan net wat mooier. Nou, is het natuurlijk wel een beetje lastig om een beetje het midden te zoeken. Nou, wat ik dan doe is... Even een slok koffie voordat die... Ik gebruik altijd de... Dus doe ik bedoel... En als die niet helemaal droog is, dan kun je hem ook nog heel erg schuiven. Dus wat ik dan gedaan heb, is... Oh ja, we willen de Santa natuurlijk wel met zijn hoofd zien. En zo schuif ik dan tot ik wil hoe ik hem heb. Oh, ik zal iets omhoog werken, sorry. Is het zichtbaar wat ik doe? Ja, anders hoor ik het graag hoor. Kijk, als hij niet helemaal exact goed is, dat maakt niet uit, want je ziet het toch niet. Want je werkt het toch weg. Welle, wat ik wel even doe, is even de... Nou, dan heb je natuurlijk wat wel heel erg belangrijk is, dat even mijn tape klaarleggen, dat je dit goed, ik gebruik al dubbelzijdig tape, dat je dit ook goed tegen de randen aanlegt, dat je het goed afsluit. Dat je het niet, want anders dan gaat al jouw je shakers gaat er tussendoor weg. Dat is gewoon zonde. Je bedoelt deze, Annette?
Die heb ik eruit gesneden. Daar heb ik deze voor gebruikt. Dat is van Studio Light en dat is de SLES CD178. Zo heb ik hem, dat heb ik uitgesneden. Graag gedaan. Wij vragen gewoon, ik moet even wat dichterbij, want anders zie ik het niet goed. Ik moet heel even opletten hoor, dames. Ik zal zo meteen even laten zien met goed afsluiten. Hoi Corrie. Oh, ik ben nog niet zo lang begonnen hoor. Geen probleem. Gezellig dat je er ook bij bent. Het raam. Je bedoelt deze, bedoel je Sandra? Dat zijn blizzards. Blizzards. Die kun je gewoon bij elke, hobbywinkel kun je dat halen. Boekenvoordeel heeft ze ook. De Betere Hobbywinkels heeft ze. En zoals Action en zo, dat durf ik niet te zeggen of die ze hebben. Maar hou er wel rekening mee dat als je van verschillende merken samen wil voegen. En daar ben ik nog wel eens voor. Combineren van verschillende dingen, lijnen en merken. Ik wou eerst een ronde kaart maken met een rond venster. En daar had ik de ronde bal die ik net liet zien van Studio Light. En een blister, een raam zeg maar, van Marianne Design. En die was te groot. Dus dat, ja, ik vond dat niet mooi. Laat ik het zo zeggen. Nee, ik gebruik gewoon deze. Maar als jij dat, dat is, ja, dat is iedereen persoonlijk. Ik druk altijd wel eventjes de tape goed aan. Nou kun je goed zien wat ik net bedoelde. Slechte verbinding. Ik heb meer mensen daar probleem mee, want ik zie op mijn laptop dat ik goede verbinding heb. Is Facebook weer lastig, dames? Het zal niet de eerste keer zijn, hè? Hoi Selena, rooi is meer, dat is wat sterker. Dat is eigenlijk het verschil. Maar in dit geval gebruik ik gewoon normale. Want er gaat ook nog weer van alles overheen. Nou, fijn dat er, misschien dat je anders even de pagina moet verversen, Thea. Dat kan ook nog wel eens aan liggen. Wat ik net liet zien, ik hoop dat het zichtbaar is op de camera. Maar dan zie je gewoon hier. Dat zie je met de tapes. Graag gedaan. Zie je gewoon dat er nog een opening tussen zit. En wat ik dan doe, ik plak daar dan zo meteen nog een klein stukje tape overheen. Maar dan weet ik zeker. Ja, ga ik ook zo doen hoor, Janneke. Klopt, maar ik moest even dichterbij mij, anders kon ik het niet goed zien. Dus ik ga zo meteen ook hoger in beeld werken, dankjewel. Ik ben af en toe een beetje kippig, zeg ik altijd, hè. Ik haal er gewoon... Want ik ga eerst even het anders doen, want... Dat ga ik eerst even doen, voordat ik alles eraf ga halen. Zoals jullie zien, wil je natuurlijk ook een beetje dat het mooi in het midden komt.
Nu zie je dat witte wat je nog ziet. Ik weet niet of het te zien is, maar dat is dus nog de tape. Wat ik dan doe is, ik heb de opleg heb ik er los opgelegd en ben ik gaan schuiven met mijn raam. En wat ik dan doe is, want anders dan, wat ik nou doe is, ik haal de opleg eraf. En ik hou mijn raam heel goed vast, dat hij niet verschuift. Dan verschuif ik, zoals jullie zien. Want dan zet ik een streepje waar die moet komen. En het is inderdaad even priegelen. Fijne avond, Selena. Ik moet heel even dichterbij, dames. Sorry, anders kan ik het niet goed zien. Dat is een nadeel als ik wat van me af moet werken. Dus ik ga zo meteen weer hoger in beeld. Ja, weet je, laten we het zo zeggen. Heel veel blisters hebben verschillende groottes. Dus als je deze hebt bijvoorbeeld, die kunnen niet op alle blisters van alle blisters. Dit noemen ze blisters. Zeg maar. Raam, window noemen ze ook wel een blister. Dat is. Maar wil je het op een andere manier met allemaal uit te rekenen en wat dan ook, ja, dan kun je dat ook doen. Maar handiger is, zoals bijvoorbeeld, deze is van Studio Light en deze is ook van Studio Light. Dus die passen sowieso. Maar het is ook net wat je wil. Maar het is gewoon zo van, bijvoorbeeld niet alle andere merken, dat passen niet bij elkaar, maar daar zit nog wel eens verschil in. Dat is wel iets waar je even rekening mee moet houden. Nou hoop ik dat het te zien is. Ik heb hier net een streepje gezet waar ik dit boven wil plakken. Die moet je even niet, want dat was verschoven inderdaad. En voordat ik het echt ga plakken, ga ik het er nog een keer meten dat het inderdaad goed is. Maar dan weet je gewoon zeker dat het goed is. Want het is gewoon zo zonde. Kijk, nou bedoel ik, dan kom ik weer anders uit. Zien jullie dat? Bij twijfel kun je ook altijd. Kijk, dat is echt een nadeel dat ik niet goed in beeld ben. Ze zeggen wel eens, 2 keer meten, 1 keer snijden of zagen, noem maar op. In dit geval vind ik ook dat het ook goed werkt, op die manier. Want vooral ook, want het zou zo zonde zijn als het niet helemaal klopt. En recht is van wat je wil. En geloof me, met voorbeeld ring het net zo, kan ik jullie vertellen. Voordat hij echt op mijn, naar mijn smaak en naar mijn idee was dat ik denk van dat is hem, ben ik wel een paar keer aan het meten geweest. En zo hier maar weer kom ik toch uit dat hij hier uitkomt. Dus ik hou dit aan. Wat ik al zei, ik had hier een stukje open. Ik haal eerst dit eraf. En wat ik dan doe is, ik plak er een stukje tape overheen. Dat ik zeker weet dat het vast
of in ieder geval goed sluiten. Het is zo zonde dat het niet, dat als je de kaart verstuurt, dat ontvangen. Ik had nog een stukje waar ik nog wat wilde doen. Het zijn vooral in de hoekjes wat vaak dat nou net niet goed aansluit. Bij twijfel plak er gewoon een stukje op. Gewoon betwijfel, het is gewoon doen, zeg ik dan. Dat kan ook. Ja, ik vind dit makkelijk, maar dat is iedereen persoonlijk, Anita. Welkom ook. Gezellig dat je er ook bij bent. En voor de dames en heren misschien die ook nog mee komen binnenkomen. Gezellig, welkom. Ik zeg het maar zo, iedereen doet het op zijn eigen manier. Wat is goed en wat is fout? Laten we dat even opstellen. Iedereen heeft wel zijn eigen werkwijze. Ik plak hier nog eventjes een plakketje op. Zo. Even dit aan de kant, want anders word ik helemaal gek van die rommel. Nou, wat je ook veel tegenkomt is dat het allemaal aan jouw raam, ik blijf maar even raam noemen, dat het allemaal blijft plakken. Weet je, best, ik gebruik altijd deze. Helemaal, dat heb je helemaal goed. Klopt er voor. Iedereen doet het op zijn eigen manier. Dit is een antistatisch doekje. Daar zit een soort stofje in. Ga je er even langs heen. En dan... Je maakt in principe gewoon dat het niet meer statisch is. Nou, gebeurt het nog wel eens dat er nog altijd wat spullen aan blijven zitten. Maar helemaal voorkomen kun je het niet. Dit, even. Nou, ik ga dan zometeen maar even naar mijn langs, want ik zit met mijn vingers eraan. Even een slok van mijn koffie. Want wat ik wel eerst doe is... Ik heb het gewoon in een bakje doen gedaan. Want ik doe eerst de sneeuw. Ik gebruik dit schepje, want die heb ik ooit eens een keer ergens bij gekregen. En wat ik dan doe is... Ik leg het hier op. Ja, leuk hè Corrie, dankjewel. Hij is ook heel erg leuk. Nou had ik met mijn vingers eraan gezeten, dus ik ga nog even met het doekje er langs. Wat ik wel doe, even voor de zekerheid, want... Dubbelzijdig tape, vast is vast. Ik ga toch eventjes met een beetje lijn er langs heen. Mocht het niet naar... Ik leg er nog even de kaart naar mij toe, dan kan ik het beter zien. Dus sorry dames. Want anders kan ik het niet goed zien. En ik leg hem dan tegen de potloodstreep die ik heb gedaan. Leg ik hem een beetje tegenaan. En ik heb expres de tape op, een beetje lijn. Want dan kan ik toch nog een beetje schuiven.
En ik weet niet of het te zien is, maar nou zit hij ook na mijn zin. En dan ga ik hier zo langs om de lijm en de dubbelzijdig tape. Te laten hechten aan het papier. Kunnen jullie het zien? Zometeen, als het zometeen als de opleg erop ligt, is het natuurlijk al heel anders. Wat ik dan vaak al even doe, is ik ga nou dit ga ik ook met lijm gelijk doen. Ik doe het vooral eventjes in de hoeken. Ik kijk altijd wel of ik het een beetje nog niet op zijn kop lak, want het zal echt iets van mij zijn. Het zal niet de eerste keer zijn dat ik iets plak en ik plak het op zijn kop. Ook hier laat ik goed, wrijf ik over het papier heen om de lijm aan het papier te laten hechten. Nee, niet op de kop plakken. Nee, nee. Kijk, deze doe ik dan eventjes een beetje zo. En dat is de shaker, dames. Kijk, je kan natuurlijk zoveel maken als je zelf wilt. Hoeveel sneeuw. Maar ik vind hem zo het mooiste. En de lijn, dat droogt allemaal nog op, maar dat is nog niet helemaal uitgedroogd, dus dat komt allemaal nog. In principe is dit de shaker. Heb je er nog vragen of iets dergelijks? Graag gedaan, Annette. Kijk rustig rond op de groep. En dit kun je ook nog verder afkijken. Op de groep komt hij te staan en op YouTube komt hij ook nog te staan. Dus als je dan later wil terugkijken, kan dat altijd. Graag gedaan. En welkom op de groep. Nou, mooi om te horen. Sorry. Nou had ik ook. Zoals jullie zien is dit niet. Ja, je kan het zo laten. Maar ik vind dit niet echt super mooi. Maar dat is dus ook weer persoonlijk. Dan heb ik wat uitgestanst en dat komt dan hier zo overheen. Zeg maar een soort bordenrand. En hoe ik dat heb gedaan is eigenlijk heel simpel. Bij deze snijwallenset heb je deze twee snijvierkanten. Hiermee snij je de vierkant uit van de op de opleg. En deze dan net wat groter. En die leg doe je dan zo in elkaar. Ik zal hem even neerleggen. Dan is het denk ik beter te zien. En op deze manier, je doet dan je kartstok of je designpapier, wat je wilt. En zo stand je hem uit. En dan krijg je dit. Dus het is eigenlijk gewoon een extra randje. Heel veel dingen lijken heel ingewikkeld, maar het valt allemaal eigenlijk best wel mee. Vind ik tenminste.
Ik snap dat als je net begint of wat dan ook, dat het soms wel allemaal ingewikkeld lijkt, maar als je dingen volgt op YouTube of wat dan ook, dingen die ik voor het eerst ga maken, en ik doe dat als voorbeeld, als inspiratie. Wat ik dan vaak doe, is ik kijk eerst het filmpje helemaal af. Nee, een blisterwerkje is inderdaad niet altijd makkelijk te maken, inderdaad, Anita, klopt. Klopt. Sommigen doen het ook met acetate. Dan moet je dan werken ze en dan snijden ze het allemaal zelf uit. Dat kan ook. En dan hebben ze dan gebruiken ze dat dikkere foam tape. Dat kan ook. Als je een ander formaat wil gebruiken waar geen stansen van zijn. Maar dan moet je inderdaad heel goed uitkijken met dat. Nog extra dat tape afsluiten, de foam tape, dat er niks tussendoor gaat. Want nu komt er geen sneeuw tussendoor. En als je dat niet afsluit, dan ja. Ik heb wat verhalen gehoord dat iemand een shakerkaart ontving en anders zat het helaas los in de envelop. Dat is gewoon zonde. Zonde om zo te krijgen, maar ook zonde van het werk voor degene die hem gemaakt heeft. Ook hier, gewoon even wat tape, wat lijm, sorry. Gewoon even langs heen. Dan heb je, dit is natuurlijk niet verplicht naar wat ik al zei. Oh. Maar ja, ik vind het dan net even wat mooier afgewerkt. Zo. Leg deze even aan de kant. Want ik ga eventjes de stansjes erbij pakken die ik heb gestanst. Want zoals je ziet is het is gewoon ook hetzelfde kaartstok als de basiskaart. Nou, je ziet het, dus heel erg wit, schoon zonder. Nou, wat ik dan gebruik is, ik doe het ook gewoon met de vintage foto. En ik gebruik dan, kijk, oh, hier is hij. Gewoon zo'n blending tool. Deze is van Fast Creative. Ik zie dat ik iets naar boven moet werken, zie ik. Wat ik dan gewoon doe is heel simpel. Doe wat op de borstel en ik wrijf gewoon. Hieroverheen. Ja, want anders wordt het. Oh, andersom. Dus, anders wordt het zo wit en dat past dan ook niet bij het geheel. Alleen ja, ik had van dit witte kartstok had ik nog restjes over. En dan had ik zoiets van ja, ik vind het toch gewoon zonde. Maar dat doe ik heel vaak. Dit soort standjes, dat stans ik gewoon uit restpapier. Want ja, het is gewoon zonde om daar heel nieuw papier. Of je moet toch heel nieuw papier hebben liggen.
waterborstel overheen wrijven. Wil je het op sommige plekken wat donker hebben, dan doe je het wat donkerder. Gewoon zo. Wel zorgen dat deze goed droog wordt. Ja, mooie vingers dan. Ik kan je vertellen, mijn handen zien er nooit uit als ik aan de knutsel ben geweest. Nee. Ik wrijf het gewoon over een droge doek. Dit zijn babydoekjes die ik had gebruikt. Dat is van een oude van een verpakking wat bijna op is. Dus het was een beetje aan het uitdrogen. En anders laat ik ze gewoon even drogen aan de lucht. Deze. Dat is craftsheet. Dus een craftsheet, daar wordt ook heel veel bij. Ja, je kan er eigenlijk heel veel mee doen. Voor veel dingen gebruiken, laat ik het zo zeggen. En dit is een mooi klein formaat. Maar dit is een A4 formaat. En ik rol hem altijd weer op. Dus... En ik heb ook een grotere formaat van 30 bij 30 liggen. Maar die heb ik precies van dit vind ik makkelijker. Maak het gewoon weer schoon met een natte doek. Ook gewoon met een babydoekje. Als je zeker wil weten dat het droog wordt, kijk hoe dat eruit ziet. Ik gebruik hem niet meer, maar als je nog gebruikt iets anders, laat het even drogen. Graag gedaan. Laat het even drogen of maak het gewoon droog met een droge doek. Want het is ook zo weer droog. Dat is een voordeel. Nou, wat ik nog ga doen is, dan had ik nog een paar bloemen, de strik. Nou, we schieten alweer lekker op met de tijd. Mooi, ja. Dan heb ik gewoon ook een stukje uit een stukje restpapier wat ik nog had, heb ik het gewoon uitgesneden. Gewoon snijden of knippen, wat je zelf wil. Zo. Even kijken. Deze die wou ik hier hebben. Die wou ik daar hebben. Ik heb altijd een hekel aan deze steeltjes. Die knip ik altijd af. Hier is die zelfs al af. Dit zijn gewoon bloemen, die had ik nog in mijn voorraad liggen. Waar deze vandaan komen, ik durf het niet te zeggen. Zo. Deze die komt... Hier zo, deze die komt de andere kant, die leg ik even hier. Wat ik dan gewoon meestal doe is, ik ga gewoon een beetje kijken, een beetje schuiven hoe ik het ongeveer wil hebben. Hier had ik de sterretjes. Dankjewel Thea. En dan gewoon... Gewoon plakken. Deze ook aan deze kant. Kijk, en dan wil ik dan hier komen. Dan wil je wel hier komen. Dan sowieso de bloemen op. Dus ik ga eerst dit eventjes. Want wat ik dan doe is... Ik leg er gewoon een beetje lijm hierop. Deze die komt daar. En deze
mensen die wel een keer hebben. Even een stukje aan de kant leggen. Zo kun je zien hoe wit het was, hè? Dat het dan gewoon te wit is, laat ik het zo zeggen. En hier komen dan een paar bloempjes op. Dat doe ik altijd met mijn lijmpistool. Deze is van Fase die ik hier heb en die ik ook super fijn vind. Zoals jullie zien heb ik ook niet alle bloemen heel erg vastgeplakt. Want hierdoor komen ze ook nog weer vaster te zitten. Zoals hier zie je dan weer dat deze, omdat hij wat groter is, wel heel los is. Ik doe hier gewoon eventjes een dotje lijm op. Maar wil je het los laten zitten? Dat kan ook. Ik leg dit heel even aan de kant. Want wat ik wou is... Ik leg het gewoon een beetje bij elkaar. Ik heb mezelf aangeleerd om gelijk mijn lijn dicht te doen. Want het gebeurt heel vaak dat als ik bezig ben, dat ik mijn lijn vergeet dicht te doen. Of als ik klaar ben en denk van, oh, en ik ben aan het opruimen. Een lijntje, flesje of wat er staat nog open. Dat zullen jullie denk ik ook vast wel herkennen, denk ik. Ja. Zoals jullie zien... Kijk, omdat het niet allemaal is zoals ik het wil, bij twijfel, doe ik altijd dit. Een beetje lijn zo. Dan vind ik het mooi dat er toch een beetje diepgang in mijn kaart zit, in mijn creatie. Wat ik dan doe is... Ik gebruik dan een stukje foam tape. Kijk, dan kun je het beter zien dan net. Zie je nou het verschil? Ja, als je dan echt wit gebruikt, ja, dan zou het kunnen. Maar in dit geheel past het gewoon niet. Nou. Wat ik altijd wel doe, is ik doe altijd even een klein dotje lijn op de foam tape. Want het gebeurt namelijk wel eens dat het uiteindelijk wel los kan laten na zoveel tijd. Dit ook nooit weggooien. Altijd bewaren. Net als restjes papier. Je kan uit restjes papier zoveel halen, dus zonder om dat allemaal weg te gooien. Wat ik al zei, heel veel standjes, van die kleine standjes, gebruik daar restjes voor. Op een gegeven moment moet je dat ook weer opruimen, want dan wordt dat ook weer te vol. Even mijn koffie op drinken hoor, dames. Nou. Hier. Wel. Ik ga er even op zetten. Hier ook deze wil ik wat verhoogd hebben. Ook hier even een beetje tape. Je kan voor zulke soort dingen kun je foamtape gebruiken. Maar wat ik ook wel eens gebruik als ik ergens mee bezig ben... En ik heb niet zo 1, 2, 3 filmtape bij de hand. Is wat ik nog wel eens doe als je het hebt, chipboard. Kan ook heel makkelijk. Of toen ik ooit begon,
lang geleden. Toen gebruikte ik ook 3D-kit. Maar dan laat het eerst drogen voordat je een kaart rechtop zet. En ik had een keer echt een super mooi kaart gemaakt. En met 3D-kit echt heel erg leuk. Mijn ouders waren zoveel jaar getrouwd, dus ik had echt een speciale kaart gemaakt. En jullie raden het waarschijnlijk al. En ik zet er rechtop en het was uitgezakt. Och, ik baalde er enorm van. Deze doe ik dan hier in de hoek. Deze komt dan hier. Ik lijm het altijd vast met mijn lijmpistool. Want ik vind het gewoon zonde als het loslaat. Sommigen doen het ook wel eens met die glue dots. Ook dat is ook weer persoonlijk. Nou zit ik even in dubio. Ik vind dit eigenlijk wel leuk. Maar ik kwam dit ook nog tegen. Dit is van Marianne Design. En die zat vorig jaar in een soort surprise kraft pakket, geloof ik. Maar ik vind het rood. Nee, dat hoort niet er niet. Dat hoort hem ook niet. Dat is altijd een nadeel met een lijmpistool die draden. Dus ik trek het altijd weg. Wat vind je ervan, dames? Nou wil ik nog een beetje met sneeuw werken. En een creatie van mij zonder een beetje glitter. Ja, dat hoort bij mij er gewoon bij. Even aan de kant leggen. Ik had een zakje. Nou, die leg ik hier neer. Zo. Want wat ik gedaan heb, ik ben er even op gaan zitten, want dan wordt het een beetje op temperatuur, dat het een beetje warm is. Effect Snow is ook van Studio Light. Deze heb ik vorig jaar in een webshop gehad. En ik weet niet, volgens mij hebben ze nog steeds. Dankjewel, graag gedaan Anita, jij ook. En het is gewoon vloeibaar en het droogt gewoon op de lucht op. Maar ik wil natuurlijk een beetje de bling bling, de glitter. En ik weet niet of het te zien is. Maar je ziet dat het glinstert. Ik weet niet of het te zien is. Dat is altijd zo jammer dat het op de camera op beeld is. Anders dan in het echt. Ja, het is niet echt te zien, hè? Als ik het zo een beetje schuin houd, misschien dan wel. Maar hopelijk kan ik het beter laten zien op de foto's. Maar die komen nog online. Want, hoe heb ik dat gedaan? Ik had deze nog puur sheen glitter van Nuvo. En je hebt er eigenlijk heel weinig voor nodig. Het glim, dat is de bedoeling, Doreen. En dit is echt, ja, het is een soort poeder. Nou, zo deze zal toch verbeteren. Het is echt, nou, als je bling bling en glitter houdt, en dat past in mijn straatje, zeg ik altijd. Oh, geweldig. Die leg ik heel even apart. Nou, wat ik gedaan heb en wat ik doe is. Leg dit even aan de kant. Gewoon met. Je maakt in principe zo sneeuw. Dat is alles wat je doet. En ik denk dat ik even. Ja. Ik heb altijd een naaldje in de buurt.
gewoon. Want ja, het thema is sneeuw, hè? Oh. Uitkijken. Gewoon wat sneeuw. Ik vind het mooi als het wat dikker is. Hou de drop op. Nou. Ik heb gewoon een. Een stukje papier gepakt. En ik strooi het er gewoon overheen. Dat is gewoon wat je doet. Even iets omhoog. We hadden even de dop eraf, want. En dan. Even zo. Een beetje. Maar dan gaat het overtollige. Gaat er dan af. Zorg dat het even onhandig ziet, maar anders zit alles eronder. En dat is wat je dan krijgt. Dankjewel, Sandra. Ik doe altijd mijn best. En dat, het verder is, de overtollige is eraf. En het natte van de sneeuw, die pakt dan de glitter. Want daar blijft het aan plakken. Ja, fijne sneeuw. Maar je moet het wel ergens op doen dat het ergens op iets nats of iets lijmsachtig plakt. Daar moet je wel rekening mee houden. Ik leg deze even aan de kant. Nou, zoals jullie zien ben ik royaal geweest. Nou, wat ik gewoon doe. En dat kun je ook met, doe ik ook met embossingpoeder. Gewoon. Daarom heb ik het dubbel gevouwen. Want dan vouw je het naar elkaar toe. Ik weet niet of het te zien is, maar wat je dan doet is gewoon, je laat het gewoon weer in het potje glijden. Want ons benzuinig zeggen we altijd. Nou, het blijft altijd wel op papier zitten, maar het is heel erg waar. Ik gooi dit dan weg, want ik heb dat nou niet meer nodig. En dan gebruik ik gewoon een stukje papier. Echt, ik ben echt heel blij dat ik hem toen aangeschaft heb. Ik heb hem nog niet veel gebruikt. Want ik ben aan het opruimen geweest. En ik kwam heel veel dingen tegen. En ik dacht, hé, dat heb ik ook nog. Dat zullen jullie vast wel kennen. Nou, ik kan jullie vertellen. Mijn hele trui zit er ook onder. Dat is altijd wel zo bij mij. Maar goed. Dat maakt niet uit, zeggen we dan maar. Hè? Nou, dit is al geworden, dames. Ik maak het zo meteen even schoon. Deze heb ik net met jullie gemaakt. Ik maak nog even de staartjes. Even wat kort hiervan, ik zie het al. Want daar ga ik me eigen aan ergeren. En vooral deze, ik vind dat niet mooi. Deze knip ik ook toch iets korter. Zo. Nou, dames, dit was hem. Deze heb ik net met jullie gemaakt. En dit is het voorbeeld. Zoals jullie ook zien. Dit is dan voor de 12 Cards of Christmas. Korter is leuker. Wat bedoel je, Thea? Oh, de staartjes bedoel je, denk ik. Ja.
Als ik een strikje maak, ik haal de staartjes, ik noem dat staartje, knip ik nooit direct af. Want ik weet niet hoe groot ik hem, hoe lang ik het wil, waar ik hem plaats. Dus ik knip hem altijd de staartjes af als ik het vastgeplakt heb op de creatie. Want straks knip je ze te kort. Dan kun je het ook gebruiken hoor, vaker. Daar gaat het ook niet om, maar... Dames, dit is dus voor de 12 kaarten of Christmas met het thema sneeuw. Plaatsen als je meedoet, plaatsen in een album. Je hebt allemaal, als je meedoet, je eigen album of naam. Eigen album met jullie naam. En wat ik al zei, deze maand is dan het thema sneeuw. Vanaf 1 april is er weer... Nee, het is geen grap. Is er weer een nieuwe thema. Wat dan is, ja, dat is natuurlijk nog even een verrassing. Graag gedaan, Janneke. Iedereen bedankt voor het meekijken. Gezellig dat jullie erbij waren. En ik ga proberen om vanavond het filmpje online te zetten. Met de foto's. En anders komt het morgen online. Ik zou zeggen, dankjewel voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei, doei, doei. Is goed, doei. Doei, doei.